Een goeie dag, welkom op het Grescollege. Ik ben Karen Grispen, teamleider van de onderbouw, dat betekent klas 1 en 2 hier op het Grescollege. En ik geef nou even graag het woord door aan mijn collega-teamleider. Ja, hallo, ik ben Susanna Munsinga, teamleider van de bovenbouw. Welkom op de mooiste onderwijslocatie van Nederland. Ja, voordat ik de vlogcamera en de microfoon ga overgeven aan onze twee leerlingvloggers uit leerjaar 2, Zino en Bing, wil ik jullie wel heel even kort meenemen wat er allemaal te zien gaat zijn. Want natuurlijk krijg je op elke school een vak als Nederlands en wiskunde en Engels en misschien wel Frans of Duits. Maar we willen jullie vooral laten zien waar wij als school supergoed in zijn en wat zo ontzettend leuk is op onze school. Want de school is van ons allemaal en de school bestaat uit dingen die je moet leren, dingen die moeten. Maar de school mag ook wel leuk zijn en dat laatste vinden wij ook superbelangrijk. Dus ik geef nou heel graag, misschien kunnen ze vangen, geef ik heel graag nu de microfoon en de vlogcamera over aan Bing en aan Zino. Dankjewel. Veel plezier. Laten we daar dan beginnen. Oh, wacht. We moeten naar meneer Hoeks. Oh ja, oh, ja. Laten we dat maar eens doen. Wacht. Wij zijn zeker dat we hier naartoe moeten. Ik denk het wel. Ik ben er nog nooit geweest. Ja, gok het gewoon nog. Hallo meneer Hoeks. Kijk, top. We wouden u een paar vragen stellen over het vak Duits. Oké, vertel maar. Hoe gaat het talentuur precies? Nou, bij Duits Plus proberen we eigenlijk een beetje op een andere manier te werken dan we doen in de lessen. Dus we gaan aan de slag op een, ja, manier die de leerlingen voor een deel zelf kunnen kiezen. Dus mijn eerste vraag tijdens Duits Plus was eigenlijk van, wat willen jullie eigenlijk nog meer doen bij de Duitse taal? Dus vind je het misschien leuk om iets te doen met sport? Vind je het misschien leuk om iets te doen met muziek of met koken? En aan de hand daarvan gaan we onderwerpen behandelen. En zo krijgt die les een beetje vorm. Maar wel op een iets hoger niveau. Mm-hmm. Maar kinderen hebben normaal al Duits, maar waarom zouden ze dan Duits Plus moeten kiezen? Ja, Duits Plus is eigenlijk bedoeld voor kinderen die Duits sowieso al wel leuk vinden. Hè, en die ook best wel goed zijn in Duits. We hebben hier op deze school ook leerlingen die een Duitse achtergrond hebben. Hè, dus een papa of mama die Duits zijn, of beide ouders die Duits zijn. En om ze wat extra's te bieden, bieden we dat vak aan. En daarnaast wonen we natuurlijk op 2 kilometer van de Duitse grens af. Mm. En is eigenlijk bij de meeste leerlingen Duits wel een heel makkelijk vak. Wat maakt een talentuur een talentuur? Ja, een talentuur is iets wat een leerling zelf mag kiezen. Hè? En als het goed is, als een leerling zich inschrijft voor een talentuur, vindt hij dat zelf ook best wel leuk om te doen. En daar zit het hem precies in. Als je iets kiest wat je niet leuk vindt, dan is het een soort reguliere les. Dat is niet de bedoeling bij een talentuur. Dat is iets wat je zelf kiest, wat je leuk vindt om te doen en waar je vaak ook wel goed in bent. En dat maakt het verschil. Kunt u beschrijven hoe uw leerlingen talenturen bevaren? Ja. Het is natuurlijk makkelijk om dat zelf te vragen aan de leerlingen, maar aan de reacties te horen en omdat ze zelf een keuze mogen maken, heb ik het idee dat ze het wel leuk vinden om te doen. Mm. Het groepje is nu nog maar heel klein en als het goed is, ja, praat ik dat wel een beetje rond wat ze allemaal gedaan hebben in het Duitse plusuurtje. Dus het kan goed zijn dat het groepje zomaar de volgende periode verdubbeld is. Dus wie weet. Ja. Dus als er leerlingen zijn die nog zin hebben in Duits Plus, dan meld je graag aan de volgende periode. Misschien is het ook wel iets voor jullie. Kan zijn. Nou, heel erg bedankt jongens en succes met het vervolg. Dank je. Dank je wel. Hoi. Hoi. Het is best wel groot hierboven. Ja, echt hè? Toch hebben we een best wel mooie school. Ja, zeker. Ook leuk. Bij ons op het Grescollege hebben we ook een ouderraad. Daar lopen we nu even naartoe. Hallo,
Ik ben Loes Gerritsen, lid van de Oude Raad hier op het Grascollege. Wat doet de Oude Raad? De Oude Raad behartigt de belangen van ouders en leerlingen in samenwerking met de schoolleiding. Dit doen we door actief mee te denken in de besluitvorming en onze stem te laten horen. De Oude Raad heeft hierin een adviserende rol. Wij zijn als het ware de oren en de ogen van de school en we kunnen alles op een laagdrempelige manier doorgeven aan de schoolleiding. En zij kunnen er dan wat mee doen. De Oude Raad is ook laagdrempelig te bereiken voor ouders. We hebben een eigen mailadres op or@grascollege.nl. Daar kunnen jullie ons altijd bereiken. De Oude Raad ondersteunt ook bij activiteiten die er gedaan worden. Denk aan de Jena-week of aan een gala waar extra handjes nodig zijn. Als laatste wil ik jullie nog aangeven dat als jullie willen deelnemen aan de Oude Raad van het Grascollege, dat jullie je kunnen aanmelden op het mailadres or@grascollege.nl. Als jullie zoon of dochter natuurlijk ervoor kiest om het Grascollege te starten. Dat was een best wel interessant gesprek. Inderdaad, verrassend dat de school een Oude Raad heeft. Ja. Zodat de mensen alleen maar niet... Maar volgens mij heeft de school ook een leerlingenraad. Ja? Ja. Nou, laten we maar eens een kijkje nemen. Volgens mij moeten we daar zijn. Ja, daar is het. Oké. Ik zit zelf ook in de leerlingenraad. Je weet het. Hallo. Ja, Tara, wij zitten zelf ook in de leerlingenraad. Ja, wat doen we daar eigenlijk? Wij weten bijvoorbeeld dat, ja, wij wisten dat er een nieuwe docent zou komen. We wisten alleen niet, ja, welk vak en hoe zo heet en zo. Verder worden er ook nog wat punten besproken van volgens mij ook de MR. Ja. Ja. Ook doen wij dingen bespreken en bijvoorbeeld van, ja, die ovens, waarom zijn die nou dicht en wat kunnen we eraan doen dat ze weer open gaan. Dus hebben wij een gesprek gevoerd met de eigenaar en die zegt dat er heel veel rommel was. En we hebben een oplossing bedacht en nu zijn de ovens ook weer open. Ook zijn de telefoons teruggebracht, want eigenlijk was bijna iedereen het er wel mee eens dat de telefoon wel een manier is om te communiceren, soort van. En daarom hebben wij die ook teruggebracht in de pauzes. En dat soort dingen doen wij allemaal in de leerlingenraad. Wij wisten ook al dat er een nieuwe directeur zou komen, alleen wisten we nog niet wie. Maar ja, nu weet iedereen het al. En dat was het eigenlijk wel. Ja, bedankt voor het gesprek. En dan gaan wij weer verder. Ja. Nou, graag gedaan. Ik hoop dat iedereen nu een beetje weet wat de leerlingenraad inhoudt. Dus. Nou, laten we maar eens verder gaan. Ja, het was wel interessant hoe te weten komen over de leerlingenraad. Inderdaad. Oh, wacht, we moeten naar die kant. Alweer? Jezus, man! Mevrouw Bikker, waar is meneer Merrie? Oh ja, meneer Merrie is daar. Ik wil het met jullie gaan hebben over debatteren. En debatteren is een keuzevak dit jaar op school. Nou, debatteren is eigenlijk een georganiseerde manier van een woordenwisseling. Nou, en debatteren vinden wij heel erg belangrijk. Debatteren leidt namelijk jou als leerling op tot kritische burger. Je leert namelijk om een doordacht oordeel of een doordachte mening ergens over te hebben en om die ook te kunnen verdedigen ten opzichte van mensen. Het is een intellectuele verrijking eigenlijk voor elke leerling als die in staat is om zijn eigen mening fatsoenlijk onder woorden te brengen en fatsoenlijk te onderbouwen met argumenten en zich eventueel ook in een discussie staande te houden. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat een leerling accepteert dat, ondanks het feit dat je argumenten aanvoert, dat je af en toe ook gewoon ongelijk hebt en ongelijk krijgt. Zonder dat het gelijk op autoriteit berust en je te horen krijgt, ja, ik heb gelijk omdat ik het zeg. In een fatsoenlijk discussie of een fatsoenlijk debat gaat eigenlijk op en neer als een soort van tenniswedstrijd. Dus je leert ook kritisch luisteren naar wat een ander zegt en reageren op elkaar. Uiteraard op een nette en respectvolle manier. In de samenleving wordt vaak geconstateerd dat we niet goed naar elkaar luisteren. Het lijkt misschien
niet intuïtief, maar juist bij debatteren leer je om ook naar elkaar te luisteren. Namelijk door kritisch naar elkaar te luisteren kun je ook adequaat op elkaar reageren. Door aandacht te besteden aan debatteren willen wij onze leerlingen opleiden tot mondige burgers die dus in staat zijn om hun mening duidelijk te verwoorden en ook te verdedigen. Nou, waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar de leraar van RT, Paul Lucas. Ja, die kan ik. Die deed vroeger EO aan mijn leraar. Volgens mij doet hij dat nog steeds. Zoals jullie net van de leerlingen hebben gehoord, heb ik naast het docent zijn ook nog een bijzondere taak op het Gerscollege. Ik ben remedial teacher. Remedial teacher wil zeggen dat ik leerlingen met dyslexie en dyscalculie help leer omgaan met hun ofwel dyslexie of dyscalculie. In de onderbouw kijken wij vooral naar wat heeft een leerling nodig. Ze hebben speciale ONT-uren die gericht zijn, dat zijn ontwikkeling en talenturen, die gericht zijn op remedial teaching. Daarbij kijken we vooral naar het vakken Nederlands en Engels. Dus kinderen krijgen extra ondersteuning bij Nederlands, bijvoorbeeld op het gebied van spelling, of op het gebied van lezen, begrijpend lezen of woordenschat. En bij Engels kijken we vooral naar de grammatica en ook een stukje hoe kan ik nu het beste voor dit vak leren. In de bovenbouw krijgen de leerlingen ook remedial teaching en dan wordt er vooral gekeken naar wat heeft een leerling nodig. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling helemaal vastloopt met een stukje leren leren. Dan krijgt die leerling daar heel veel hulp bij. Maar het kan ook zijn dat een leerling helemaal vastloopt bij Engels. En dan gaan we vooral oefenen van hoe kan ik me nu goed voorbereiden op mijn eindexamen voor Engels. Op die manier kijken we bij remedial teaching wat het beste is voor de leerling. Met als belangrijkste doel dat die leerling uiteindelijk zijn diploma hier op school kan halen. In het kort hebben we nu iets horen gekregen over remedial teaching op het Gerscollege. Mocht er meer vragen zijn, dan kun je je vraag altijd in de chat stellen. En we zullen deze vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden. Dat was wel een interessant verhaal van meneer Lucas. Ja, vind ik ook. Volgens mij gaan we nu naar de Nederlandse docent, mevrouw Hoeze. Oh, dankjewel. Ik ben Linda Hoeze. Ik ben coach van de 2TH-klasse momenteel op het Gerscollege. We zitten nu in de coachles en we zijn bezig met het invullen van een POP. En een POP wil zeggen een persoonlijk ontwikkelingsplan waarin de leerlingen gaan kijken van wat wil ik nou eigenlijk gaan bereiken hier op school. Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Waar ben ik nog niet zo goed in? En het is mijn rol als coach om de leerlingen erin te begeleiden. Ze hulp aan te bieden waar het kan. Een luisterend oor voor ze te zijn. En eigenlijk ervoor te zorgen dat het schooljaar zo fijn en goed mogelijk verloopt. Zodat iedereen eigenlijk op zijn eigen niveau zich prettig voelt in de klas. Op zijn eigen niveau kan presteren. En eigenlijk kan groeien als persoon. We doen eigenlijk van alles met onze coachklas als coach. Ook de Jena-weken zijn wij vaak als begeleider aanwezig in de coachklas. Dan doen we dus leuke dingen met ze. Dan leren we de kinderen ook op een andere manier kennen. En het is eigenlijk super leuk om coach te zijn. Want je bouwt echt een band met de leerlingen op. En ik denk dat dat ook wel een goede coach maakt. Als je eigenlijk met de hele klas en met de kinderen een vertrouwensband krijgt. Want op die manier zullen ze zich toch het prettigst voelen. En zich het snelst kunnen ontwikkelen. En je moet je voorstellen als we dan met de coachklas iets gaan doen. Bijvoorbeeld klimmen bij Fun Forest zijn we gaan doen. We zijn op kamp geweest met de eerstejaarsleerlingen. En dan leer je ze ook al meteen op een leuke andere manier kennen dan wanneer je meteen in de klas zit. En ja, dat is eigenlijk wat een coach doet. Een interessant verhaal. Ja. Wist je dat hoe ze ook mijn coach was? Oké. We gaan nu naar mevrouw Krins. Zij geeft Engels Plus. Dat is een OT-vak. Dat is voor de eerste en tweedejaars. Oké. Okay. Ja. Dankjewel leerlingen voor de microfoon. Mijn naam is mevrouw Krins en ik geef hier op het Gerscollege Engels. En ik doe ook een talentuur Engels. Daarbij gaan de leerlingen die eigenlijk al heel goed zijn in Engels, gaan aan de slag met de Engelse taal op een andere manier. En op dit moment zijn we bezig met het maken van een website over de gemeente Bezel. Daarom gaan we eigenlijk allemaal informatie geven over welke restaurants, waar kun je eten, wat kun je allemaal doen in een gemeente, welke leuke dingetjes kun je zien, ook een stukje cultuur. Dat natuurlijk allemaal in het Engels. Dat moeten de leerlingen helemaal zelf doen, met natuurlijk een beetje hulp. En het zou heel mooi zijn als ze dit op het einde ook kunnen aanbieden aan de gemeente of aan het VVV-kantoor, dat het ook echt gebruikt kan gaan worden. We hebben natuurlijk al Engels op school.
Dus waarom dan ook nog een plusklas of een extra talentuur? Dat is echt voor de leerlingen die heel goed zijn in Engels. En op een andere manier met de taal bezig willen zijn. En Engels is natuurlijk al leuk, maar de talentklas is nog veel leuker. Dat was wel een interessant verhaal van mevrouw Krens. Maar we gaan nu naar mevrouw Badjou van Wiskunde. Ja, zoals jullie zien ben ik nu bezig met de coachles van 1HAVO Atheneum. We zijn op dit moment bezig met beroepskeuzedagboek om de planning af te maken. Verder zijn de leerlingen bezig geweest met de pop wat ze moeten invullen. We hebben persoonlijke gesprekken en we leren elkaar ook kennen door steeds iets te vertellen van of over jezelf. Om zo de ander daar wat wijzer in te maken. En zo hebben wij nog heel veel zaken die wij in de coachles bespreken, want alles is bespreekbaar in onze klas. Nou, dat was wel interessant, zo'n coachles van mevrouw Badjou. Ja, maar we gaan nu naar meneer Nas van Creatief. Inderdaad. Dankjewel, lieve leerlingen. Ja, de microfoon, die ga ik gebruiken. Die kan meteen wel in de wasmachine, want die zit vol met gips. Hier in het lokaal gaan we lekker werken, maskers maken. De handen smerig maken, daar zijn we goed in. Dus dat gaan we even lekker doen. De maskers, en we hebben een malletje. Laat maar zien wat we kunnen. Je mag zelf een gezicht ontwikkelen. Maak er een leuk, fleurig masker van. Ja, jullie zien dat we hier met allerlei materialen werken. Met gips, duidelijk zichtbaar. De hele microfoon zit eronder. Ik ga hem heel even schoonmaken. Dus, dan ga ik de microfoon even terugbrengen naar de leerlingen. Alsjeblieft. En dan gaan we nu even naar mevrouw Van den Broek toe voor de zovatraining. Nou, ik zit hier vandaag op een groene sofa, maar niet om over het vak Duits te vertellen, maar om over de sociale vaardigheidstraining te vertellen. We zijn namelijk deze periode begonnen met de sofa-training en dat doen we in de onderbouw. We zijn met een groep eerstejaars begonnen en met een groep tweedejaars. En met die leerlingen gaan we aan de slag. Want het doel van de training is dat leerlingen wat sterker in de schoenen komen te staan, dat ze zich fijn voelen in de klas, dat ze leren hoe ze met emoties om kunnen gaan, dat ze durven te vertellen hoe ze zich voelen of wat ze denken. Nou, waarom doen we dit? Wij vinden het op het Gres College heel erg belangrijk dat elke leerling zich fijn voelt op school, dat ze elke dag weer met een glimlach op hun gezicht naar school kunnen komen en dat ze sterk in de schoenen staan. Dankjewel, mevrouw. Nou, laten we maar verder gaan. Ik ben de camera vergeten. Hier kom jij. We moeten ook nog naar meneer Nas toe, want we zijn iets vergeten. Hij heeft namelijk een coachklas nu. Oh ja, want die beginnen nu. Ja. Hey, zijn jullie er nou alweer? Haha. Ja, ik dacht dat jullie alleen bij beeldende vorming zouden komen. Maar jullie zijn nu in een coachklas. En in de coachklas is het zo dat we iedere dag fijn binnenkomen, lekker met elkaar gaan kletsen. Je mag met elkaar over allerlei dingetjes praten. Maar er komt tussentijds ook wat info van mij, wat we de dag gaan doen. Of er toetsen zijn en hoe je kan helpen. Contacten met ouders. Maar het is ook zo dat ik individuele gesprekjes doe. En dan mag de rest van de groep gewoon lekker met elkaar bezig zijn. Eventueel huiswerk maken of een opdracht in de rode klapper. We gaan nu naar zorg en welzijn. Dat is horeca en zorg. Dus kinderen verzorgen, naar de kapper, spelletjes doen met oudere mensen. Komen jullie mee? Hallo, ik ben Fleur. Ik ben 16 jaar oud en zit in de derde. Wij hebben net onze zorg en welzijnles gehad en we hebben zorgbehandeling gedaan. Dat is schoonheidssalon. Nou, ik ben Usens, ik ben 15 jaar oud, ik zit ook in de derde. En Fleur heeft zojuist net mijn gezicht behandeld, dus ja. Ja. Ik heb voor zorg en welzijn gekozen omdat ik later ook kapper wil worden. En omdat ik het gewoon leuk vind om bezig te zijn met dingen doen. Nou, waarom ik zorg en welzijn heb gekozen is omdat ik wil later iets doen met de gezicht. Dus zoals beauty salon, lijkt me wel leuk of zoiets.
En een beetje hetzelfde als Fleur, waarom ik dat heb gekozen, vond ik ook wel leuk. En ja, daarom dat we dat allebei hebben gekozen. En we vinden het gewoon leuk om elkaar gewoon uit te proberen, soms een beetje met de haren en samen koken. Is altijd heel gezellig en leuk om te doen. Dus ja. We zijn nu bij Horeca. Jullie gaan nu een paar sfeerbeelden zien. Dat we het toch al voor horeca hebben, gaan we even naar de eigenaar toe van de kantine, Tom Kwikke. Hallo. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Ja, dankjewel. Tom, hoe is het eigenlijk om in een restaurant pauze te hebben? Ja, wat mij betreft is het uniek, hè? Zo'n schoolgebouw en dan zo'n mooi restaurant erbij voor jullie. Om te kunnen pauzeren, dat lijkt me ook van jullie kant uit eigenlijk geweldig dat je het hier kunt doen. Ja, mijn papa had zelf ook eigenlijk in de paar die moderne ovens had hij zelf ook geïnstalleerd. Oké. Nou, nou leuk. Maar ja, kijk, als je in zo'n ruimte pauze kunt houden, hoe gaaf is dat? Mm. Huh? Dat moet toch prachtig zijn? We gaan nu naar meneer Reuvers in het technieklokaal. Dankjewel. Die is wel een beetje vies. Ik weet niet wat ze bij meneer Andas hebben gedaan, maar die kunnen we beter een beetje schoonmaken. Nou, welkom bij het Talentuur Robotica. Ik ga jullie een kleine sfeerimpressie geven van het Talentuur. We lopen even die kant op. Muziekles en gymmen vindt eigenlijk niet hier plaats op school, maar op de Rockstation en bij de Schans. En daar laten we nu een paar beelden van zien. We zijn op zoek naar Tamara. Tamara zit achter deze deur en dan eentje naar links en daar vind je Tamara. Maar C, E, G, hè? Wacht even, Raya, dit is gewoon C, E, G, dus de C, de E. Oh, wat is dat dan? Hallo, daar gaan we dan. Stijn, opletten. Komt-ie, hè? 1, 2, 3, 4. Ja, goed. Ik geef nu de microfoon aan Sien. Nou. Siem doet altijd mee met de lessen van het Grascollege. En Siem is hier ook namens Sportien. En dat vindt hij heel leuk. En de kinderen ook, toch? Ja. Oké. En als je dan naar de F toe gaat met je rechterhand, gaat de linkerhand naar de bas. We gaan, we kunnen het goed genoeg. We gaan even uitproberen hoe we het samen met de anderen kunnen gaan. Kom, dan gaan we naar de andere ruimte. Heel even. Is het goed als we het samen doen? Zeker. Oké, ja leuk. Nou, jongens, kom maar. Take my hand, my hand, and place them both in mind. You know you stopped me dead when I was passing by.
Dankjewel leerlingen voor de microfoon. Goedemiddag allemaal, welkom bij de sportklas derdejaars, waar we vandaag bezig zijn met basketbal. En vooral wedstrijdjes spelen onderling tegen elkaar. En die daar meer kan over vertellen is Basketbal Academie Limburg, die we al een aantal keer hebben uitgenodigd voor de basketbalclinics. En vandaag is Jeff aanwezig en die zal iets meer gaan vertellen over Basketbal Academie Limburg. En ik geef de microfoon even snel door aan hem. Kom maar. Jeff? Ja. Hi. Aan jou het woord, alsjeblieft. Neem maar over. Hallo, mijn naam is Jeff de Vries en ik kom hier in Reuver op het Grescollege clinics geven. Dit is de derde clinic in de serie en we zijn vandaag een toernooitje aan het spelen hier met derde klassers. Daar zijn we weer. Ik was even mijn microfoon vergeten. Dus, goed. Naast de basketbalclinics verzorgen we ook bij de sportklas voetbal. Dus we hebben voetbalklassen. En het mooie ervan is dat we dit jaar mee gaan doen aan de Olympic Moves. Onder andere met voetbal. Waar we dus echt een hele mooie groep hebben van echt top voetballers. En waar we proberen hoge ogen te gaan gooien in de schoolcompetitie. Waar we deelnemen in Regio Zuid. En er zijn landelijk allerlei soorten competities in verschillende regio's. Dit zijn regionale finales en uiteindelijk willen we als doel natuurlijk de nationale finale behalen. Dat is het doel. Dan gaan we kijken of het gaat lukken. Hey, dag jongens. Dag. Nou, ik ben al moe zat. Ja, we hebben ook best veel gelopen. Inderdaad. Nou, alsjeblieft. Dankjewel Bing en dankjewel Zino. Ik hoop dat jullie een hele goede indruk gekregen hebben van onze school. Dat hoop ik ook. En ik zou zeggen tot ziens in augustus na de zomervakantie. Ja, en wil je nog een dagje meekomen lopen als leerling? Dat kan natuurlijk. Meld je dan aan bij mij. Mijn mailadres staat op de website, dat is k.grispen@grescollege.nl voor als je nog een dagje wil meelopen. Wat natuurlijk ook kan, is dat je met pap of mam nog deelneemt aan de persoonlijke rondleiding. Kijk daarvoor ook even op onze website www.grescollege.nl. En dan graag tot ziens hier met z'n vieren, maar eigenlijk met alle leerlingen en alle collega's in het mooiste schoolgebouw van heel Nederland. Dankjewel. Bye.